In Suriname zijn zojuist 4 nieuwe ministers beëdigd door president Bouterse. Eén daarvan is Sergio Akinboto, minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Kort voor de beëdiging gaf Akinboto aan dat hij wilde afzien van de ministerspost vanwege een onsmakelijke handeling 10 jaar terug. Hij zou in een boze bui zijn vrouw hebben geslagen die op haar beurt aangifte deed bij de politie, meldt het NII. Het is echter niet zo ver gekomen dat hij werd voorgeleid. Bij het antecedentenonderzoek is deze kwestie op tafel gekomen, toen hij op grond hiervan wilde afzien van het ministersambt. Werd hem geadviseerd het verleden geen grote rol te laten spelen in zijn nieuwe functie, ten overstaan van de president. Leden van de regering en de aanwezigen vroeg hij zijn wederhelft opnieuw vergiffenis voor deze fout uit het verleden. Liefde en respect voor de medemens en eerlijkheid en transparantie zijn kenmerken voor dienend leiderschap, zei de kersverse bewindsman. Naast hem werden ook Rabandre Parmesar Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, Vijay Chotkan Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, en André Mikaba Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOZAVO, vandaag beëdigd. President Bouterse bedankte de ex-ministers voor de geleverde bijdrage aan Suriname. In samenspraak met hen zal worden gekeken hoe zij elders het best kunnen worden ingezet. In het kader van het ontwikkelingsproces.